Dames en heren. Het is 3:05. Zullen we beginnen? Fijn, goedemiddag. Fijn dat u er bent. Welkom bij de uitreiking van de Woutertje Pieterse prijs. Deze week gingen ACTA en de Munich uit elkaar. Ze zaten bij de Wereld Draait Door en Martijn van Nieuwkerk die deed van tevoren alsof hij niet wist wat ze kwamen doen. Maar tijdens het gesprek wat volgde met de twee stonden er wel ineens allemaal foto's klaar en filmpjes. We zijn hier vanmiddag bijeen voor de uitreiking van de prijs, dat weet u. Ik heb geen idee wie de winnaar is. Maar ik ga straks wel een interview met hem of haar houden. En dan komt ook zijn naam of haar naam komt daar boven te staan. En misschien zijn er ook wel filmpjes, wie zal het zeggen. Wat er in elk geval is, is een Roverslied. De uitreiking van de Woutertje Pieterse prijs is niet compleet zonder dat Roverslied. Daan Hofman die brengt het straks ten gehore. Speciaal woord van welkom voor de mensen van het Lira Fonds. Daar zitten zij. Al 17 jaar de sponsor van de prijs. Voorzitter Kees Holierhoek, secretaris Bart Schoonmaker, Rien Verhoef, Hanneke Verschuur. Fijn dat jullie er zijn. Ik hoop dat die kabelexploitanten dat die eindelijk over de brug zullen komen. En de vergoeding voor scenario-schrijvers zullen gaan betalen. Zodat we ook in de toekomst op de Lira mogen rekenen. De mensen van de Stichting Lezen die ons lesmateriaal financieren. Directeur Gerlien van Dalen, Agnes Mond van Montvoort. De makers van de lestips die er ook zijn. Lieke van Duin, Jos van Hest. Fijn dat jullie er zijn. Oud-winnaars heb ik gezien. Christine Dieltjens, vorig jaar natuurlijk winnaar. Is er Ted van Lieshout heb ik gezien. Hans Hagen, Edward van de Vendel, Fleur van de Weel, Benny Lindelauf, Harm de Jong. Als ik iemand vergeet, dat was niet een minder jaar of zo, maar ik heb niet iedereen gezien. Dat is gewoon zo. Dames en heren, en dit is niet mijn eerste Woutertje Pieterse prijs. Het is wel mijn eerste keer dat ik hier in deze hoedanigheid sta. Maar ik heb voor de radio meerdere keren de prijs verslagen. Maar ik wil graag toch even een groot applaus voor degene die deze functie meer dan 11 jaar heeft uitgeoefend. Marja Kes. Zo, one moment of fame was dat zeg. En natuurlijk de jury. Voorzitter Hanneke Groentieman, die moet tot haar grote spijt verstek laten gaan vanwege familieomstandigheden. Maar Jaap Frieso, Jan van Mersbergen, Lentje van Weerdem, die zijn er wel. En aan Vanessa Joze, die hier voor zit, straks de schone taak om het juryrapport voor te lezen en de winnaar bekend te maken. Heb je die zin in? Ja, oké, goed zo. Maar zover is het nog niet. Eerst iets geheel anders. 12 jaar lang gaf zij leiding aan Querido Kind in al die jaren. Zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. 7 maal won een van haar auteurs de Gouden Griffel. 3 keer het Gouden Penseel. 5 keer de Gouden Uil. En 6 kinderjurybekroningen. En ik zou het bijna vergeten, 6 keer de Woutertje Pieterse prijs. En nu is ze na een sabbatical kinderboekenuitgever in Duitsland. Bij Tienemann Esslinger Verlag. Dat klinkt in het Duits toch heel anders. Dus nog volop in het kinderboekenvak, werkzaam maar wel op gepaste afstand van de Nederlandse boekenmolen om vrij uit te kunnen spreken. Dus de ideale persoon voor de Woutertje Pieterse lezing. Hier is Berbel Doorweiler. Dames en heren, lieve vrienden van de Woutertje Pieterse prijs. Wie mij kent in deze kring, en dat klonk alsof iedereen mij kent, die kent mij van mijn werk als uitgever bij Querido Kinderboeken. Misschien verwacht u wel dat ik vandaag meteen diep in de mechanieken van het uitgeefvak duik. Maar dat ga ik niet doen. Ik wil u graag meenemen op een reis terug in de tijd. Terug naar mijn eigen kindertijd en naar mijn eigen leeservaringen als kind. Afgelopen zomer, u heeft het al gehoord, ben ik verhuisd met mijn gezin naar Duitsland. Ik ben daar geboren en opgegroeid en het is, zoals dat heet, mijn vaderland. In Nederland heb ik ruim 20 jaar gewoond en gewerkt. Ik beschouw het als mijn moederland. Wie zelf vaker is verhuisd, weet het. Je komt bij het uitruimen van de kasten, bij het in- en weer uitpakken van alle dozen, je halve leven tegen.
Ik kwam in de zee van boekendozen ook twee tegen met de boeken uit mijn kindertijd. Niet alle boeken die ik als kind heb gelezen of gekregen zaten erin. Ik had eerder al een selectie gemaakt. Alleen die boeken die iets voor mij betekend hadden, mochten mee. Eerlijkerwijs moet ik bekennen dat ik nu niet meer weet welke boeken ik toen definitief uit mijn herinnering heb verbannen door ze achter te laten. Maar van de boeken die ik meenam, weet ik wat ze voor me betekenden. Van sommige zou ik u hier en nu het verhaal kunnen vertellen. De boeken van Ottfried Preußler bijvoorbeeld. Klassieke verhalen zijn het. Over de kleine heks die vooral een goede heks wil zijn. Over een spookje dat graag overdag wil spoken. En over een kwalijke rover en een tovenaar die door Kaspel en Zeppel, Jan Klaas en zijn vriendje zeg maar, buitenspel worden gezet, zeer vakkundig. Heerlijke, warmhartige boeken die kinderangsten en kinderverlangen serieus nemen en er ook behendig mee omgaan. Ik hield er zielsveel van. Van andere boeken weten we allemaal wel ongeveer hoe de strekking zal zijn geweest, zoals De Vijf van Enid Blyton. U kent ze ongetwijfeld allemaal. Of van haar tweeling Honey und Nanny, die in Duitsland de afgelopen 2 jaar in een gemoderniseerde vorm het witte doek en de planken van boekhandels en kinderkamers weer hebben terugveroverd. Ik zou geen enkel verhaal meer na kunnen vertellen, maar het mechaniek van de boeken kunnen we denk ik allemaal wel uittekenen. In het geval van de tweeling kiezen die zussen in een conflict verschillende kanten, maar voor alles tragisch uitpakt, weten ze elkaar weer te vinden. En zorgen ze er samen voor dat het goede zegen viert. Het ligt tot op de dag van vandaag ten grondslag aan populaire boeken voor meisjes. En ook hier was ik als kind weg van. Ik las en herlas ze tot de ruggen ervan aflagen. Op de boekenplank in mijn kinderkamer stonden ook zeer traditionele, ouderwetse Duitse meisjesboeken. Met titels als Der Trotzkopf, Försters Pucki, Professors Zwillingen. Boeken waar meisjes die eerst niet wilden deugen, maar wel het hart op de juiste plek hadden, uiteindelijk toch hun draai vonden en de rol op zich namen die van ze werd verwacht. Lees, huisvrouw en moeder. Achteraf verbaasde het me dat ik deze boeken kreeg. Want mijn ouders hechten eraan me niet seksstereotyp op te voeden. Zoals veel ouders in de late jaren 60 en in de jaren 70. Het gevolg is op alle foto's van mijn kindertijd te zien. Kort geknipt haar, in de zomer alleen een zwembroekje, want roze bikinis voor 3- tot 6-jarigen bestonden nog niet. Veel kleren in rood, donkerblauw en groen en stevige schoenen. Ik speelde evenveel met de blokkendoos en bouwde legohuizen als ik mijn poppen en knuffels verzorgde. Maar tot de boekenkeuze was deze emancipatie in de dop nog niet doorgedrongen. En natuurlijk, er waren sprookjes, Griekse mythen, antologieën met versjes en gedichten en nog veel meer. Al deze boeken kwam ik afgelopen zomer opeens weer tegen. Echt een feest der herkenning. Met één van de boeken uit mijn kindertijd was iets bijzonders aan de hand. Ik had het namelijk nooit gelezen. En toch had ik het bewaard. Toen ik het boek afgelopen zomer uitpakte, voelde ik een vlaag van schaamte, van ongemak. Waarom was het me toch nooit gelukt dit boek te lezen? En er hing natuurlijk ook die levensgrote vraag boven, waarom had ik het dan wel bewaard? Het boek was een verjaardagscadeau geweest van een verre tante. Ze wist dat ik graag las. Een boek leek dus een uitstekend cadeau voor mij. En dit was een erkend goed boek. Het had dat jaar de Deutsche Jugendliteratuurprijs gewonnen. Ik heb het voor u meegenomen. Het is oud genoeg om hier met geen enkel boek de concurrentie aan te gaan. Julie von den Wölfen heette het, van Julia Craig George. Het was vertaald uit het Amerikaans, was bekroond met een Newbery Medal. Verscheen in 1974 ook in Nederland bij Cosmos onder de titel Miax de Wolven en de Jager. Misschien weet iemand dat nog. Kreeg in 1975 een zilveren griffel. Dus de internationale juries waren het roerend met elkaar eens. En overigens werd het later opnieuw uitgegeven door uitgeverij Jenny de Jonge. Vragen over de zin en onzin van bekroningen houden me al bezig sinds ik in dit vak zit. Toen ik in de jaren 90 als projectcoördinator bij de CPNB zat, was ik zowel voor de kinderjury als voor de griffels en penselen verantwoordelijk. Dus voor zowel de publiekslievelingen als de lievelingen van de twee vakjuries.
En elk jaar weer, u zult het niet geloven, waren er stemmen in de media. Bij voorkeur in publicaties die überhaupt maar 2 keer per jaar aandacht aan kinderboeken besteden. Die vroegen, waarom zijn die 2 lijsten zo verschillend? Willen kinderen de goede boeken niet? En zijn het dan wel goede kinderboeken? Waarom kunnen de boeken die heel veel kinderen graag lezen niet als een griffel krijgen? Of andersom, bij de kinderjury kunnen alleen boeken winnen die al heel goed zijn verkocht. Dat is een oneerlijke strijd. Aan de basis van al deze polemische en soms ronduit afgunstige vragen ligt een zeer simplistische redenering. Wat voor velen is, kan niet goed zijn. Of andersom, wat goed is, zal niet voor velen zijn weggelegd. U merkt het misschien al, dit zwart-wit denken irriteert me. Maar was dit boek en mijn onvermogen ervan te genieten toen ik kind was niet een bewijs dat deze stellingen klopten? Immers, ik las boeken die voor velen waren weggelegd. Ik heb het u net verteld wat er allemaal in mijn boekenkast stond. En dit goede boek was kennelijk niets voor mij. U begrijpt misschien, voor de uitgever die ik later werd en die erg aan kwaliteit hecht, is dit een bijna pijnlijke kwestie. Maar toch, mijn compassie voor het kind dat ik was, is groot. Laten we even van perspectief wisselen. Wat dreef en drijft mij als uitgever? Ik zeil er dus niet helemaal omheen om dat vak. Ik zal er maar 3 punten uitpakken. Bovenal staat voor mij de authenticiteit van een verhaal. Een verhaal dat verteld moet worden. Door deze auteur, op deze manier, met inzet van zijn hele persoonlijkheid en al zijn ervaring. Dat moet buiten kijf staan, wil een boek door de selectie komen. Overigens is authenticiteit niet te verwisselen met opzettelijke buitennissigheid, met alle logica overboord zetten, met gekker dan gek doen. Authenticiteit hoeft niet van de daken te schreeuwen. Zij zit veel vaker ondershuids. Dat is 1. Een goed boek moet de nieuwsgierigheid van een kind kunnen wekken. Kinderen zijn van nature ontdekkers. Je hoeft het ze niet opeens als opdracht mee te geven. Ze ontdekken nieuwe dingen in hun dagelijkse omgeving, in hun leren en in hun lezen. De kunst is, volgens mij dan, verhalen te vertellen die dicht genoeg bij hun eigen wereld liggen en ze toch meenemen naar iets nieuws, naar een nieuwe belevingswereld, naar een nieuwe gevoelswereld. Kinderen, dat was 2. Kinderen en jongeren willen al lezend vaak vooruitkijken en dingen beleven waar ze in hun eigen leven nog niet aan toe zijn. Het tegendeel, nostalgisch achterom kijken naar het kind dat je geweest bent en te schrijven vanuit de herinnering aan wat was, is volgens mij gevaarlijk. Astrid Lindgren's Bol der Buren zouden we als zo'n nostalgische wereld kunnen opvatten, een wereld die er nu niet meer is. Maar in het perspectief van het meisje dat de verhalen beleeft en vertelt, is elk avontuur nieuw. En daarmee kunnen ook de 6-jarigen van nu, die eruit worden voorgelezen, deze wereld veroveren en ervan genieten. Ik heb dit voor mij zo moeilijke boek afgelopen zomer voor het eerst gelezen. Grote inhaalslag. En ik moet u daar kort iets over vertellen. Het gaat over een 30-jarig Eskimo-meisje. Sorry dat ik dit woord gebruik. Kennelijk waren er toen nog geen politiek correcte benamingen voor die gebezigd werden. 13-jarig Eskimo-meisje Miyaks, of Julie, dat is haar Engelse naam. Die is verdwaald in de barre natuur van de tundra in Alaska. Ze is weggelopen om aan een kinderhuwelijk te ontvluchten. En wil te voet naar de dichtstbijzijnde haven om met de boot naar San Francisco te gaan, waar ze een brievenvriendin heeft. Haar overleden vader heeft haar veel geleerd over de natuur en over overleven in de natuur. Maar nu heeft ze geen eten meer en ze is verdwaald, ze dreigt te verhongeren. Haar enige hoop is gevestigd op een roedel wolven in de buurt. Ze probeert langzaam hun aandacht te trekken om onderdeel van dat roedel te worden, zodat de wolven hun eten met haar delen. Als lezer worden we deelgenoot van elk stapje in dat proces, van haar wanhoop, haar scepsis of het zal lukken, haar blijdschap, als de wolven haar opmerken en haar in hun nabijheid dulden. Het wordt prachtig beschreven en voelt alsof je zelf daar in de tundra zit. Maar dat is niet alles. Dit boek vertelt ook over de strijd tussen het oude Eskimo-leven dat zij met haar vader voerde en het westerse leven dat ze leert kennen als ze bij een tante wordt ondergebracht om naar school te kunnen gaan. En over haar innerlijke verscheurdheid tussen deze 2 werelden.
Ik moet u zeggen, het is een prachtig boek. Ik heb er enorm van genoten deze zomer en natuurlijk is het een terechte bekroning. Gaandeweg, toen ik het las, begon zich bij mij ook een beeld te vormen waarom dit boek voor mij als 12-jarig meisje, 11, 12 moest ik zijn geweest, zo moeilijk was geweest. Het verhaal neemt je vanaf de eerste regel mee in een wereld die voor mij toen geheel vreemd was. De barre natuur van de toendra, de overlevingsdrift van dit Eskimo-meisje, de beschrijving van een roedel wolven. Alle informatie over Miaks die ik u net in 3 trefwoorden gaf, Eskimo, weggelopen, verdwaald, moet je als lezer stuk voor stuk uit de beschrijving van haar situatie daar op die eenzame toendra ontlenen. Wat voor mij als volwassen lezer nu leesplezier is, bracht mij toen in verwarring. Ik had te weinig aanknopingspunten, kennelijk, die me het verhaal introkken. En de spanning en de dreiging van de uitgangssituatie, want dit was een situatie op leven en dood, kon ik ook niet in dit boek trekken. Het kon me niet voldoende bekoren. Het thema van dit boek paste niet bij het kind dat ik toen was. En dat mag je nog het kind, nog het boek verwijten. In dit leesproces ben ik me ook weer bewust geworden hoeveel dingen kinderen zich eigen moeten maken, hoeveel ze moeten ontdekken voor ze literaire boeken kunnen lezen en waarderen. En hoe belangrijk het is dat ze daar steeds weer toe worden uitgedaagd. En dat is precies wat bekroonde boeken vaak doen. Kinderen moeten ontdekken dat je een verhaal ook anders kunt vertellen dan van er was eens tot en ze leefde nog lang en gelukkig. Dat een verhaal niet lineair verteld hoeft te worden. Dat dat niet vanuit één perspectief hoeft te gebeuren. Sterker nog, dat degene die het vertelt wel eens niet helemaal betrouwbaar zou kunnen zijn. Ze moeten eraan wennen dat schrijvers getrouw het principe show, don't tell, en dat komt nog wel eens voor dat een uitgeverij of in een uitgeverij gezegd wordt, je moet dat toch iets anders doen. Dat getrouw het principe show, don't tell, dat de schrijver niet alle emoties benoemt, maar in een beschrijving van wat de persoon doet en zegt, zichtbaar maakt hoe iemand zich voelt. Dat vergt een groot inlevingsvermogen. Het vermogen om de woorden van het personage uit de handelingen, de gezichtsuitdrukkingen, de gebaren die de schrijver toont, conclusies te trekken. Ze al lezend te vertalen naar de abstractere bewoordingen die vertellen wat er bedoeld wordt. Hoe kinderen dit literaire leesvermogen langzaam ontwikkelen, ik wou dat ik het wist. Ik wou dat ik het van mezelf enigszins kon navertellen, maar ik weet het niet. Ik kan hier alleen een vermoeden uitspreken. Dat het een continu proces is van steeds weer nieuwe boeken uitproberen, van steeds iets meer begrijpen van verhalen waar je eerst misschien weinig touw aan vast kon knopen. En dat het daarbij helpt als er mooie, bijzondere boeken zijn en dat op die boeken de aandacht gevestigd wordt. Zodat kinderen al proberend hun eigen smaak kunnen ontwikkelen. Wat ik zeker weet, is dat het de moeite loont, omdat de wereld van de literatuur daarna voor je open ligt. Waar je dingen kunt beleven die je in je eigen leven misschien nooit zou ervaren. En dat is voor mij een groot goed. Als dit een pamflet was, zou ik nu allerlei dingen eisen. Dat er een goed, breed en rijk geschakeerd boekenaanbod is, onder het motto laat 1000 bloemen bloeien. Dat boekhandels dit aanbod in de breedte blijven verkopen. Dat ouders, grootouders, ooms en tantes wegwijs gemaakt worden in dit aanbod. Dat er op scholen goede klassenbibliotheken zijn. Dat meesters en juffen weten wat er allemaal te beleven is in de kinderboekenwereld. Dat er in elke plaats een bibliotheek is met een goede kinderboekenafdeling. En dat er met waardering en niet met dédain over cultuur, over kinderboeken en hun auteurs en illustratoren gesproken wordt. Al deze dingen meen ik uit de grond van mijn hart. Maar bovenal ben ik ervan overtuigd dat je elk boek op zijn eigen merites moet beschouwen. Op zijn oorspronkelijkheid, op zijn visie. Zijn unieke manier dingen te laten zien die misschien wel geheel nieuw zijn voor zijn lezers. Daarop mag elk boek, elk bekroond boek ook, worden beoordeeld. Maar niet op de vraag hoe groot het publiek is dat het weet te bereiken. Het is juist andersom. Een bekroning hoort de lezersgroep van een bijzonder mooi boek te vergroten. En zo hoop ik van harte dat de Woutertje Pieterse Prijs ook dit jaar ervoor zorgt dat het bekroonde boek
welk het ook mogen zijn, meer lezers in zijn band trekt. Ik dank u voor uw aandacht. Dat is een mooie wens, Berbel. Dank je wel voor deze vrije toespraak. En het boek nog één keer de titel. Julie von den Wölfen, was het, hè? Ja. Juist, we gaan het allemaal lezen. Dan is het, ja echt waar, dan is het moment daar. We gaan over tot de bekendmaking van de winnaar van de Woutertje Pietersen prijs van dit jaar. Graag uw aandacht voor de jury die dus vandaag zal spreken. Mijn monden van Vanessa Joze. Goedemiddag, dames en heren. Mocht u zich zorgen maken over de kwaliteit van de jeugdliteratuur, dan kan de jury u meteen geruststellen. In 2013 werden mooie boeken gemaakt binnen een divers palet aan genres, stijlen en leeftijdscategorieën. En de jury heeft haar werk dit jaar dan ook met veel voldoening mogen verrichten. We lachten hartelijk om een geestig geschreven informatief boek en een gevatte dichtbundel. Een dromerig prentenboek ontroerde ons tot diep in ons binnenste. We gingen op in een levendig vertelde historische roman en hielden onze adem in bij een spannend geschreven jongensboek. Het commerciële aanbod blijft immens groot, maar verschillende titels uit 2013 verdienen een plek op de boekenplank van lezers die ook een literair verhaal en artistieke prenten kunnen waarderen. Vooral wie van familieverhalen houdt, werd het voorbije jaar verwend. Al loopt het samenleven in deze boeken lang niet altijd van een leien dakje. Je komt er depressieve en weggelopen vaders tegen, overwerkte alleenstaande moeders, overleden zusjes en vervelende puberende broers die alleen nog oog hebben voor zichzelf. Als er dan al eens een sympathieke grootvader klaarstaat om de kinderen een warme thuis te bieden, dan haalt die doorgaans het einde van het boek niet. Toch is het ouderwetse probleemboek aan een neergang bezig, want al de zo net beschreven zorgen kwamen we tegen in boeiend vertelde prentenboeken, gevoelig geschreven kinderboeken en zorgvuldig gecomponeerde adolescentenromans. Stuk voor stuk beschrijven zij de verstoorde familierelaties met veel oog voor psychologische diepgang en bieden ze de lezer geen gemakkelijke of voorgekoude antwoorden. Toch heeft de jury ook een kritische kanttekening te plaatsen bij het aanbod van het voorbije jaar. Veel auteurs slagen erin om een origineel en genuanceerd verhaal te schrijven dat bovendien een gevarieerd publiek kan aanspreken. De kwaliteit en rijkwijde van sommige boeken worden echter gemaskeerd door goedkoop ogende omslagen die het lezerspubliek bovendien onnodig reduceren tot één bepaalde leeftijdsgroep of sekse. Nederland en Vlaanderen zijn rijk aan getalenteerde illustratoren en vormgevers die veel smaakvollere covers kunnen ontwerpen dan het scala aan stokfoto's dat nu zoveel jeugdboeken ontsiert. Boeken die de verbeelding van de lezer prikkelen, verdienen naar de mening van de jury ook een omslag dat recht doet aan die kracht. Voor we de winnaar van de Woutertje Pietersen prijs aan u voorstellen, willen we uit het rijke aanbod van 2013 nog drie titels voor het voetlicht plaatsen die ons bijzonder getroffen hebben. Rennen is een van de mooiste voorleesboeken van het jaar. Een compleet prentenboek dat op alle vlakken overtuigt. Door het gebrek aan plot gaat de aandacht maximaal naar de taal en die spettert werkelijk van het blad. De denderende tekst van Elvis Peters schreeuwt om hardop voorgelezen te worden en de meeslepende cadans van de rennende dieren luid te laten klinken. De suggestieve prenten van Gerda den Dove brengen die vaart tot leven en voegen er zowel een bovenaardse sfeer als speelse details aan toe. In dat speelse mogen ook Bette Westra en Teet Jonkink zich meester noemen. Hun Held op sokken is een pittige parodie op ridderverhalen die van de eerste tot de laatste bladzijde klopt. En ook de cover is bij dit boek een sterk staaltje van vormgeving en verbeeldingskracht. Westra gooit haar pleidooi voor de anti-held in verfrissend klinkende versen die wars zijn van clichés of gemakzuchtige rijmelarij.
De beelden van Tae Tjong-king zijn zo subtiel grappig dat zelfs deze grootmeester van de illustratie zichzelf hier overtreft. Die subtiele humor vonden we ook terug in Mijn bijzonder rare week met Tess van Anna Woltz. Een tragisch-komisch kinderboek over een origineel thema. Woltz toont dat ze evenveel lef en fantasie heeft als de heerlijk rare Tess uit haar verhaal, maar dat ze ook oog heeft voor de kwetsbaarheid en de angsten van kinderen. Tessel, ik weet ondertussen dat het niet Texel is, maar Tessel, vormt het sfeervolle decor voor dit bijzonder veelzijdige en gelaagde kinderboek dat toch nergens te zwaarwichtig is. Veelzijdigheid en gelaagdheid, dat zijn eveneens de kenmerken van de winnaar van de Woutertje Pieterse prijs van dit jaar. En ook dit boek combineert meesterlijk het tragische met het komische. Wie gelooft wat er in een boek staat, is niet goed bij zijn verstand. Dat poneert een van de personages stellig halverwege het boek. Toch waren we geneigd om net deze ene zin in twijfel te trekken. Want het verhaal wordt zo mooi en zo waarachtig verteld dat we ons ongeloof graag opschorten en ons door de auteur lieten meevoeren van begin tot eind. Wat nam ons dan zo in voor dit verhaal? Allereerst is er de taal. Sommige zinnen zijn zintuiglijk en sprankelend, andere zijn pijnlijk hard en concreet. Vrijwel elk gesprek, elk hoofdstuk sluit af met een verrassende wending of een prikkelende gedachte. De personages in deze roman zijn heerlijk taalvaardig, terwijl alle dialogen toch authentiek overkomen. Wat een schitterend gevoel voor humor heeft deze auteur. Wat een geweldige timing en hoe bijzonder is haar spel met onze taal. Hoe komen jullie toch aan die rare hersenkronkels? Vraagt een van de personages uit het boek. Hoe komt de schrijfster toch aan al die prachtige vondsten, hebben wij ons afgevraagd. Voor haar hersenkronkels buigen wij in volle bewondering. Daarnaast is er de setting van het boek. Als lezer word je meegenomen naar een ver land dat onmiskenbaar een belangrijke rol speelt in de manier waarop de personages zich gedragen. Toch coquetteert de auteur niet nodeloos met haar kennis, maar verwerkt zij op een onnadrukkelijke manier allerlei wetenswaardigheden in haar verhaal. Over de eetgewoonten, de vreemde taal, de landschappen en het klimaat. Het machtige kader komt zo heel natuurlijk tot leven. En spreekt bovendien vele zintuigen aan. Je kan de koude voelen, de sneeuw zien razen, de kliekjes proeven en de bedorven vis ruiken. En sommige liedjes, dat kan ik uit ervaring zeggen, blijven tot lang na het lezen in je oor hangen. Ook de figuren in het boek raakten ons. De roman wordt bevolkt door personages die stuk voor stuk koppig, maar toch o zo innemend zijn. Misschien is het doordat hetzelfde eigenzinnige bloed door hun aderen stroomt. De winnaar van dit jaar is immers een spannende familieroman, waarin 5 gezinsleden van 4 verschillende generaties noodgedwongen een week op een kluitje samenwonen. De auteur brengt hun mooie en kleinere kantjes sprekend in beeld. Er is een zus die net ongesteld is en zich even moet afsluiten van de wereld, terwijl haar broer net behoefte heeft aan haar vriendschap. Ze hebben een moeder die pestliedjes zingt, een oma met een strak plan en een overgrootvader die iedereen graag tegenspreekt en de dames dan ook meteen lik op stuk geeft. Zoals in veel families botsen er hier mensen op elkaar die overlopen van de goede bedoelingen, maar die het blijkbaar verleerd zijn om echt naar elkaar te luisteren. Soms is de onbevangenheid van een kind nodig om te zien wat echt belangrijk is, zo leert het verhaal. Al heeft het jonge hoofdpersonage ook heel wat twijfels en vergt het uiteindelijk een flinke portie moed om te kiezen voor wat hij rechtvaardig vindt. Het boek is een krachtig pleidooi tegen de betutteling van kinderen en van ouderen. Ook dat overtuigde ons. De auteur romantiseert de relatie tussen jong en oud niet, maar schetst een authentiek portret van een jonge en een oude man die ondanks vele verschillen uitgroeien tot zielsverwanten met eenzelfde doel. Het pleidooi tegen de betutteling vertaalt zich ook naar de manier waarop de auteur haar verhaal aan de lezer presenteert.
op een subtiele manier, die veel ruimte laat voor de eigen invulling en de verbeelding van die lezer. Zo is het bijzonder ironisch dat een jongen allerlei wijsheden uit een survivalhandboek citeert tegen een opa die klaar is om afscheid te nemen van het leven. De ironie wordt je niet opgedrongen, maar moet je tussen de regels ontwaren. Evenmin is het duidelijk in hoeverre de jonge hoofdpersoon beseft dat zijn opa uiteindelijk de bergen intrekt om te sterven, of dat hij denkt dat de oude man daar gaat wonen. Ook dat laat de auteur aan ieders invulling over. Toch is er nog één zin in het boek die de jury in twijfel wil trekken. Ik denk dat het beste niet bestaat. Zo luidt de laatste regel. Hoewel wij net als elk jaar zorgvuldig gewikt, gewogen en gedebatteerd hebben, was de jury toch unaniem in haar oordeel dat de auteur van deze unieke jeugdroman vandaag de ereplaats verdient. De Woutertje Pieterse prijs van 2014 is dan ook voor Marjolein Hof en de Regels van Drie. Ik zal je verlossen van deze bagage, want ik kan me zo voorstellen dat je misschien iets wilt zeggen. Ja, ik wil graag wat zeggen. Ik bedank de leden van de jury, de leden van het bestuur en de lira. Ik ben ontzettend blij met deze prijs. Omdat het zo'n mooie prijs is. Het fijne van de Woutertje Pieterse prijs is ook dat je van tevoren weet dat je hem gaat krijgen. En dat je dus kan nadenken over wat je wil gaan zeggen. En het eerste wat ik bedacht was dat ik een heleboel mensen wilde bedanken. Ik wilde bijvoorbeeld mijn familie bedanken. Otto, de grote liefde die zo belangrijk is. Maar meteen begon ik ook te twijfelen, want ik snap best dat het voor u als luisteraar niet zo heel erg interessant is. Ik denk dat u meer heeft aan een spannende anekdote over sneeuwstormen en noorderlicht. Maar wanneer ik aan een boek werk, is er altijd wel een moment waarop ik me afvraag, wat wil ik nu eigenlijk zeggen? Wat is nu echt belangrijk? En als ik eerlijk ben, dan is dit nu dus belangrijk. Ik bedank ook Querido, mijn uitgever, in het bijzonder mijn redacteur Dick Zweekhorst. En ik bedank het Nederlands Letterenfonds. En dat is dus nog maar het begin. Ik heb nog nooit op zoveel verschillende plaatsen aan een boek gewerkt. Herr Husit in Siglefjorder, Hotel Bleibtreu in Berlijn, Gulkistan in Leukervatten. En op al die plekken waren mensen die me gastvrij ontvingen en die me inspireerden en die met informatie kwamen aanzetten. En natuurlijk wil ik ook al die mensen bedanken, echt stuk voor stuk. In de Regels van Drie zitten Linde en Twan onder in een oude haringboot, samen met opie Cas. Ze willen hem voorlezen uit het grote survivalhandboek. Over de Regels van Drie, uiterst belangrijke survivalregels zijn dat. En nog veel meer, het liefst het hele boek. Maar opie Cas is onwillig. Hij heeft geen zin om nog meer te horen. Hij heeft wel genoeg geluisterd. En dan zegt Linde, als u de Regels van Drie kent, dan laten we de rest zitten. Kijk, zo kan het dus ook. Ik zou het met u op een akkoordje kunnen gooien. U leest allemaal, en ik ben me ervan bewust dat het een beetje betuttelend klinkt, maar u leest dus allemaal de laatste twee pagina's van het boek, van de Regels van Drie. Dat is het dankwoord. En u leest ook alle ingewikkelde IJslandse namen, zoals Ulrika Kristvinsson.
En als u dat doet, en daar moet ik op kunnen vertrouwen, dan laten we nu de rest zitten. Dat is dan afgesproken. Dank u wel. Nou heb ik hier een exemplaar toevallig liggen van het boek. Dus die laatste twee pagina's. Ga je die nu voorlezen? Als ik hem hier even... Zullen we het zo doen? Nee, laten we het niet doen. Zeg even, voordat ik begin, ik moet je toch iets vragen. Is dit een stokfoto of niet? Ja. Ja? Het was me uit het hart gegrepen hoor, eerlijk. Mm-hmm. Ja? Ja. Ja. Omslag, jij houdt je liever bezig met de inhoud, maar niet met de omslag. Nee. Ik vind, we hebben in Nederland van oudsher een prachtige traditie gehad altijd met grafische ontwerpers, prachtige omslagen. En ik vind het echt heel, heel erg dat de laatste tijd dat totaal is... Is die traditie is eigenlijk bijna afgebroken. Mm-hmm. En overal die stokfoto's, ik ben er helemaal niet voor. Ben je blij dat je het niet meer geheim hoeft te houden, dat je de prijs hebt gekregen? Ik ben heel blij dat ik het niet meer geheim hoef te houden. En dat het... was toch een beetje Sinterklaaserig ook, hoor. Wel heel spannend. Ja, het is niet wie is de mol, maar toch. Het is, ja. Even een reactie op dat juryrapport. Even één zin, want er zijn heel veel prachtige zinnen die Vanessa heeft voorgelezen. Maar wat een schitterend gevoel voor humor heeft deze auteur. Wat een geweldige timing. En hoe bijzonder is haar spel met onze taal. Het staat daar heel makkelijk, maar is het ook makkelijk? Nee, het is niet makkelijk. Nee. Wat is je... neem ons even mee naar jouw werkplaats. Die dus op verschillende plaatsen was voor dit boek. Ja. Wat is je gereedschap? Hoe ga je te werk bij het schrijven van een boek? Dat is wel een heel moeilijke vraag. Mm-hmm. er is meestal een idee en op een gegeven moment begint dat vorm te krijgen in je hoofd. Wat was het idee bij dit boek? Het idee was eigenlijk zelfbeschikking. Maar eigenlijk gaan al mijn boeken over een soort spanningsveld tussen hoe eigenzinnig kun je zijn en in hoeverre hou je rekening met een ander. En dat spanningsveld, daar dacht ik over na. Mm-hmm. En ik wist wel vrij snel dat voor dit boek en dit verhaal, ook omdat het vrij heftig is, dat er afstand nodig was. Dus ik kon niet een oma nemen die om de hoek woonde. Dus het moest echt afstand zijn, zowel in leeftijd... En ook geografisch. Ik had ook bergen nodig. Want anders kon hij de berg niet in. Dus dat bracht me allemaal tot IJsland. Maar ook door die afstand. Ik vond wel dat het zo'n heftig verhaal. Daar heb je echt wel afstand nodig om dat te kunnen vertellen. Ja, om misschien toch even kort de inhoud te schetsen van het boek. Twan met zijn tweelingzusje Linde. Hun moeder en de oma. En die opie die daar woont op IJsland. Zij gaan dus naar... IJsland toe naar die opie, want die opie Kas die woont op zichzelf, maar eigenlijk kan dat niet meer. Hè? Nee. Dus dat vindt zijn omgeving. Hij is het daar natuurlijk helemaal niet mee eens. En hij moet zijn zelfstandigheid opgeven, mee naar Nederland en de rest van zijn leven slijten in een verzorgingshuis. Ja. Dat IJsland, je was eerder op IJsland geweest. Je wist dus ook, ik moet daar weer naartoe voor het schrijven van dit boek. Ja, het gaat een beetje te ver om te zeggen dat dit boek een excuus was om weer naar IJsland te gaan. Nou, geen zin meer. Nee, ik ben een keer of zes op IJsland geweest. Mm-hmm. En ik wist eigenlijk meteen dat het een land was waar ik over zou gaan schrijven. Je hebt daar in een huis gezeten van het Leger des Heils, meen ik? Of was het? Nee, het was het Leger des Heils. Leger des Heils, ja. Wat doet maar die waren er al uit, hoor. Ja, nee, dat geeft niet. Oké. Okay. Ook al waren ze er niet uit. Je had vast een hele mooie kamer waar je vrij kon schrijven. Wat doet die dat landschap, wat doet die omgeving met een schrijver, met jou? Nou, wat ik het mooie vind aan het noorden... is dat het je dwingt, zeker in de winter... het dwingt je om heel erg in het moment te leven en om heel goed op te letten. Als ik naar het zuiden ga, vooral in de zomer, dan ga ik me na een paar dagen altijd verschrikkelijk vervelen. Want alles wat je daar doet, dat kan je ook nog de volgende dag doen. Weet je, dus als je in het noorden zit, in de sneeuw, dan krijgt het iets heel dwingends. Mm-hmm. Op het moment dat het mooi is, dan moet je echt meteen naar buiten en je moet kijken, je moet opletten. Je moet echt met de tijd leven in het moment zelf. En dat vind ik heel inspirerend. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het is een
Ik zou het beleven denk ik als een hele loodzware omgeving. Nee, helemaal niet. Nee? Het grappige is dat het boek wat Bijbel noemde, dat was vroeger mijn lievelingsboek. Nee. Ja, dat heb ik echt stuk gelezen. Ik denk dat ik misschien wel altijd een soort kompas heb gehad voor het noorden. Als kind vond ik het al prachtig. Noorden, sneeuw. Ja. Twan is min of meer je hoofdpersoon, hè? Dat kun je wel zeggen. Met zijn zusje Linde. Maar je maakt het hem niet makkelijk. Hè? Die oude opa of opie die zijn liefde probeert te winnen eigenlijk. Hij moet voortdurend kiezen, die jongen. Ja. Lastig. Ja. Wat zijn de keuzes die je hem allemaal voorlegt? Nou ja, de keuze is of hij opie Cas gaat helpen. Opie Cas wil de bergen in. En de vraag is of hij daarbij gaat helpen. Want dat vraagt opie Cas van hem. Of hij wil helpen. Want daar liggen nog allemaal spullen ergens op een zoldertje die hij er zelf niet af kan krijgen. Dus hij wordt een soort bondgenoot van opie Cas. En dat is een moeilijke keuze natuurlijk. Gaat hij dat dan vertellen of gaat hij hem helpen? Mm-hmm. Je laat hem ook kiezen tussen zijn moeder eigenlijk. De kant van zijn moeder of de kant van een vreemde oude opa. Ja. En je laat hem ook nog eens kiezen tussen een kind blijven of puber worden. Het zijn veel keuzes. Ja, zo gaat dat in boeken. Oh, is dat zo? Nee. Ja. Ik zal eens vaker boeken lezen. En dan de regels van drie. Dat is de titel van het boek. Het is dat survival boek. Het gaat om, alles heeft met drie te maken. Ja. Met drietallen. Ja. Dit boek heeft natuurlijk ook met drietallen te maken. Maar daar komen we later nog wel op. Wat zijn die regels? Even kort. De regels van drie, dat zijn survival regels. Die bestaan ook echt. En dat is een soort een soort overzicht dat je wel heel goed weet waar je op moet letten. En dat is in 3 seconden neem je meestal een beslissing. Daar gaat het vaak om mis. Als je zeg maar in de wildernis bent en je neemt die eerste 3 seconden de verkeerde beslissing, dan is het al echt helemaal goed mis. Je kan 3 minuten zonder zuurstof. Je kan ongeveer 3 uur zonder speciale kleding als je in een heel extreem klimaat bent. Je kan, geloof ik, Je kan 3 dagen zonder eten, geloof ik? Nee, je kan 3 dagen zonder water en 3 weken zonder eten. Hmm. Ja. Hoe lang kun jij zonder schrijven? Nou, dat ligt eraan hoe je het definieert. Want als je niet schrijft op je computer, dan schrijf je in je hoofd, denk ik. Hmm. En dat gaat gewoon door. Dus ik ben eigenlijk altijd bezig met schrijven. Ja. Heb je ook, want qua regels van 3, heb je ook 3... een drietal nodig om een boek dramatiek te geven? Want, nee. Want die Linde, dus zijn tweelingzus, is eigenlijk wel essentieel om... Ja, in dit verhaal had ik dat nodig, maar... Nee, niet in het algemeen. Nee, dat dacht ik van... Nee. In dit verhaal was het nodig. Maar in dit verhaal was het ook nodig. Ik moest ook aannemelijk maken dat Twan, zeg maar, met die opiekas op 1 kamer is. Die moet naar die opiekas trekken. Dus er moest wel een reden voor zijn. En die reden is dat er een jongetjeskamer en een meidenkamer was. En de reden dat er een meidenkamer komt, is omdat Linde ongesteld wordt. En ik wilde ook de dramatiek van een tweeling. Het is een tweeling. En het is heel vaak zo dat zo begin puberteit daar een soort scheuring in komt. Hm. En die dramatiek wilde ik ook graag gebruiken. Ja. Zeker bij een tweeling, als het een jongen en een meisje is. De meisjes komen dan iets eerder in de puberteit. Dus dat vond ik ook een heel mooi dramatisch gegeven. Ja. Linde die zegt ook tegen het einde, tegen haar overgrootvader: u denkt zeker dat we alles geloven, we zijn geen kleine kinderen meer. Ja. Dat is een waar woord, hè? Ja. Ja. Zou je iets voor willen lezen om een idee te krijgen? Ja, van... als ik eerst een slokje water mag. Nou, dat mag hoor. Dan ga ik het ondertussen opzoeken. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik vond het moeilijk om een stukje te vinden om voor te lezen. Omdat het gevaar was heel groot dat ik of moest zingen of moest slissen. En dat wilde ik allebei niet. Dus ik moest wel even heel goed zoeken voordat ik een stukje vond waar ik niet bij hoef te zingen. Zal ik dan een potje met vet zingen intussen? Oh. Ja? Nee, doe ik niet. Opie Cas wees naar een rode auto die een eindje verderop geparkeerd stond. Swanna neemt de bagage mee. Ze hebben mijn autosleutels ingepikt, dus ik heb een probleem. Ik weet het, zei mama. Je mag niet meer rijden. Van wie niet? Gewoon niet, zei oma. Het is voor je eigen bestwil. Dat zal dan wel, zei Opie Cas. En hij trok zijn wollen muts nog iets verder over zijn hoofd.
We droegen de bagage naar de rode auto. Linde probeerde haar rolkoffer achter zich aan te slepen. De wieltjes liepen vast in de sneeuw. Een mollige vrouw stapte uit. Ze tilde alles de auto in. Er was geen plaats over voor passagiers. De vrouw gaf ons allemaal een hand. Hello, I'm Swanna. Ze glimlachte er vriendelijk bij. Hello, zei mama. Ze wilde nog iets zeggen. Maar Swanna ging in de auto zitten, deed de deur dicht en reed langzaam weg. Een stukje rechtdoor en de hoek om. Ik heb gezegd dat we gingen lopen, zei Opiekas. Maar zover is het niet. Het benzinestation hield ons een beetje uit de wind. We treuzelden. Kom op, zei oma. We kunnen wel tegen een stootje. Het waaide in het dorp minder hard dan op de kustweg, maar nog steeds was het stormachtig. Windkracht 6 of 7. 7,5 kon ook. Opiekas liep voorop. Hij zwabberde. Dat zei niet zoveel. Misschien zwabberde hij al bij windkracht 0. Heb jij geen stok? Zei oma. Ze moest hard praten om boven het geraas van de wind uit te komen. Opiekas draaide zich stapje voor stapje om. Hij keek oma aan en nam er de tijd voor. Ik kan zonder stok. Maak dat de kat wijs, zei oma. Geef me een zet. Doe maar, geef me een zet en dan zie je dat ik overeind blijf. Zonder stok. Ja, moet dat nu, vroeg mama. Kan dat straks niet? Opiekas draaide zijn rug weer naar ons toe en kwam in beweging. Oma ging naast hem lopen en gaf hem geen zet, maar een arm. Het was het eind van de middag. Het begon te schemeren en de straatlantaarns gingen aan. Het dorp moest vlak bij zee liggen en vlak bij de bergen. Maar daar was niets van te zien. De lucht was dik en grijs en de sneeuw kwam recht van voren. De vlokken bleven aan mijn wimpers kleven. Ik moest mijn ogen dichtknijpen. De kou knaagde aan mijn hoofd en handen en kroop mijn doorweekte gimpen binnen. In het grote survival handboek stond dat je bij bevriezing je handen onder je eigen oksels moest stoppen en je voeten onder de oksels van iemand anders. Bevroren voeten onder je oksels leek me vreselijk. Maar soms heb je geen keus. Bevroren tenen moeten geamputeerd worden als je er niet op tijd iets aan doet. Linde liep naast me. Heb je koude voeten? Vroeg ik. Ze gaf geen antwoord. Je hebt koude voeten, zei ik. Ja, mag ik je danken voor een prachtig boek, Marjolein. En dan is het tijd voor het Roverslied. Hij stond ooit in het voorprogramma van Ramse Shaffi, jawel, en van André Manuel. Hij speelde op poppodia, zomerfestivals, theaters, huiskamers, concertzalen, achtertuinen en musea. Maar hij zong nog nooit het Roverslied bij de uitreiking van de Woutertje Pieterse prijs, maar vandaag wel. Hier is Daan Hofman. Lijken ook maar mensen.
naar zee. Zie me gaan, zie me gaan. Ik kom eraan met mijn zwaard op de weg en de bruid. Dat is mijn buit. En weer voort, want de wraak op avontuur, op hoezee, wie gaat er mee? Ja, dankjewel, Daan Hofman. Meld ik nog even, want we zijn aan het einde van deze middag. Dat geluidsopnames van vanmiddag die staan binnenkort op de site www.woutertjepietersenprijs.nl. Daar is alles terug te vinden. Onder andere ook de toespraak, prachtige toespraak van Berbel, het lied van Daan en nog veel meer. Ik dank iedereen die deze middag mogelijk heeft gemaakt. Lira Fonds, wie al niet. Het is tijd voor de borrel en het feliciteren van Marjolein in de bovenzaal. Dank u wel.